Nou, laat me op de eerste plaats STVS, de directie en personeel feliciteren en ook de staat. Want de staat is ook aandeelhouder daar. Feliciteren. Morgen 57 jaar televisiebusiness. In Suriname heb ik nog niet gezien dat STVS onder heeft gedaan voor een andere station. Vanaf ik opgroeide, Mungotapu, had een oom van mijn televisie, maar het was zwart-wit. En had je die kinderfilmpjes, maar in ieder geval, vanaf toen al hebben we gezien de groei van STVS, van zwart-wit televisie enzovoort. En vanaf het begin van STVS hebben ze tot binnenland bereikt. Hè? Mungotapu, want daar was ik. Dan moet je een hoge antenne zetten. Dan moet je een beetje antenne zetten. Dan zie STVS dan weer. Komt iedereen kijken, want maar één persoon had een televisie daar. Dus maar in ieder geval, kortom, STVS, wat betreft informatie naar de gemeenschap, betrouwbare informatie, dan zien we dat STV's goede bijdrage hebben geleverd. En ik zie weer nog een, in deze modernere tijd, waar we nu leven, de digitale wereld, dat STV's ook zich aanpast. Maar in ieder geval, heel kort, STV's gefeliciteerd. Jullie doen goede zaken, 57 jaar. En de WK is ook over een maand, dus 20 na 20. Dan is er een maandverschil met de WK. Dus goed, wat ik wil meegeven aan de directie, dat de doorzettingsvermogen en kwaliteitsverbetering. Televisie is altijd aanpassen, aanpassen, aanpassen. Je gaat met de tijd mee. Dus ik feliciteer jullie en hoort zo. Ik wil ook terugblikken naar de stoomfoto's van STVS. Kijk hoe ze die bedrijf hebben opgezet en de man Charasan Waka Charin Waka. Uiteindelijk moeten die jongeren overnemen en jullie hebben overgenomen. We hebben een jonge directeur. Dus soms moet je ook kijken hoe was dat ding voor de man met Charasan in. Dat Asam no Broko na Unu Anu. Ja? Wat we willen is verder ontwikkeling van STVS en dat STVS echt zijn positie blijft behouden tot nu toe. Want ik zie ATV, ik zie andere televisiestation komen. Maar wat betreft de betrouwbaarheid, laat de Surinaamse gemeenschap de vertrouwen blijven hebben in STVS. Ik dank u wel. Meneer Abisoina, de vicepresident, heeft aangegeven wat we willen. We willen de verdere ontwikkeling van de STVS. En nu staat u aan het roer. Hoe gaat u invulling geven aan deze belangrijke opdracht van de vicepresident? Eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, goedemorgen kijkers en luisteraars. De opdracht van de vicepresident is niet nieuw. Dat hij het aanhaalt, geeft aan dat hij nog steeds erachter staat. Maar u moet denken dat net lekker pananga wamp chinto. Voor student doen we roko, dat pananga abjing, dat is door inzito. Paukari kota, hey, mi boy kong, man boy kong, om taki roko def do. Ja. Dat pau tegi van luku. Roko bari, roko opo, maar dit is na samiwani, dat na samiwani. Ja. Mambo yo man, jappa. Ja. Mambo yo man, jappa. En zo staat het dus, wat de vicepresident heeft aangehaald, is wat reeds aan het begin, voordat u het wist, voordat het voor de buitenwereld bekend was, zijn die gesprekken gekomen. Ja. En hij heeft duidelijk als leider, als vicepresident, waren dat ook die opdracht.
toen is die vraag ook gekomen, gaat u het kunnen doen? Ja. En ik ben toen mee eens. En zo zijn we aan de slag. Maar als je goed kijkt, dan ja, dat is wat men verwacht. Niet alleen de vicepresident, maar ook de rechthebbende van de STVS. En de rechthebbende, ik kan tak naar Astrana volk, want het is een gegeven. Ja, en vandaag bestaan we 57 jaar als jonge topman bij dit station. Hoe voelt het aan om leiding te geven aan de eerste televisiezender in Suriname? Nou, sowieso het is een eer, een voorrecht kan je zeggen, om leiding te geven aan zo'n station. Het is, ik blijf het zeggen, nou een kroon STVS, nou een kroon voor Astrana volk. Ja. En als je nu als jonge Surinamer in de rij geplaatst wordt van iemand als bijvoorbeeld de oprichter Asmasa Abrein ving eigenlijk naar in ontwikkeling. Dat is onze guru, de heer Pengel. Ja. En alle anderen niet om de rest of mijn voorgangers tekort te doen. Ja. Maar als je in dat rijtje geplaatst wordt, dan is het best wel een eer waarmee je heel voorzichtig mee zou moeten omgaan. Maar ook iets wat je zou moeten koesteren. Ik mag zeggen, het is niet makkelijk, maar wat is wel makkelijk in het leven, ja, toch? Dus we zijn ervoor. Ja. Er heeft ook het start zijn gegeven voor wat betreft WK-voetbal. U heeft het eerst gedaan bij het staatshoofd, daarna bij de vicepresident. Dus dat wil zeggen, de STVS is ready om op 20 november de eerste wedstrijd uit te zenden, landelijk. Ja, sowieso zijn we ready, omdat we niet vandaag erachter zijn gekomen van we moeten dat doen op 20 november, reeds het begin. Dus met wat we hebben gedaan eergisteren en gisteren, zo hebben we het bedacht als team. Want het is teamwerk, het is niet een eenmanshow waar die toevallige directeur komt en gaat showen. Het is een team. Nu zijn we bezig. Ze zien die mensen niet, maar er is een hele grote groep achter de schermen, ja, die bezig zijn om dit wat wij doen, wij die ze nu zien, voor te bereiden en daarna te presenteren. Ja. En STVS is een staatsbedrijf. De, ja, staat is de aandeelhouder. En je komt er niet onderuit om te zeggen dat je bijvoorbeeld gaat werken zonder de overheid of de regering. Dus vandaar dat wij het zo hebben gedaan om zo'n kick-off te geven. Een symbolische overhandiging van wat spullen, WK-spullen, aan, je kan zeggen, de vader des land. Dat is de heer Chandrika Persat Santokhi. En de vicepresident, kan je zeggen, als de tweede man van het land. Dus hiermee hebben wij dan sowieso het start zijn gegeven. En vandaag, over een maand, is het dan zover. En ook vandaag is het de jaardag van de STVS die wij met z'n allen kunnen herdenken. Dus eigenlijk 57 jaar televisie Suriname. Ja, laten we het hard stellen vandaag. In alle 10 districten, Tanga boven Suriname, Zuid-Suriname, de Suriname kan genieten voor WK voetbal. Nee. Nee. Wat is gaan gebeuren? Op dit moment zitten we met wat uitdagingen. Ja. Terwijl we zo praten, check ik even de gebieden, want ik ken ze niet allemaal uit het hoofd. Waar er wat, ja, kleine uitdagingen, ik zeg klein, maar voor die mensen is het heel groot. Groot, ja. We hebben de gebieden Apora, Tepu, Apetina en Kawanaken, waar de mensen voor nu zeker geen beelden hebben van de STVS. Gaat naar West-Suriname. Niet alleen West. West en boven. Zuid. Zuid. Ja, kan je zeggen. En het komt puur doordat die zenders in die gebieden doorgebrand zijn. Mm. En we zijn al een tijdje bezig met de aandeelhouder. En
democratie binnen een heer systeem, want als ik u zeg dat we sinds februari hier aan trekken, het is nog niet gelukt. En eergisteren en gisteren tijdens dat gesprek met de aandeelhouder, dat is de regering, is dit weer aangehaald. Maar toen bleek ook dat die nodige voorbereidingen die getroffen zouden moeten worden om die zenders aan te schaffen, die zijn ook gedaan vanuit de Raad van Ministers. Maar dat proces, dat systeem heeft het echt vertraagd en de president heeft het ook eergisteren duidelijk aangehaald. En uit zijn woorden kon ik zeker voelen, begrijpen. Dat hij ook, hoe kan het anders, hij is vader des land. Dat, en dan net lijkt hij op praat, die nyang dan, hier het ook to drief dem tjene wankisi. En die mensen in die gebieden zijn ook Surinamers. Ja, helemaal. Dus nu, er zijn wat modaliteiten bedacht om te kijken waarvoor ik wel vrees. Omdat ik de processen ken vanuit wat er gedaan moet worden. Hoe het loopt wanneer die zenders bijvoorbeeld besteld zijn, ja, ja. Dan worden ze pas gefabriceerd en na dat proces dan pas worden ze uitgetest. Ja, ja. Pas wanneer ze zijn uitgetest en goed zijn bevonden door de fabrikant of de leverancier, dan pas komen ze op de boot en die route van die boot is Italië-Miami, ja. Miami-Suriname. Dus binnen een maand. Binnen een maand gaat dat niet lukken. Maar in dat gesprek met zowel de president als de vicepresident hebben we wat modaliteiten bedacht. Want bijvoorbeeld de VP die gaf ook aan dat er een jaar tijd ook, volgens mij was het periode 2004, 2005, ergens daar zei de VP, dat de mensen bijvoorbeeld, de man denk je de man aan. Want er is een systeem parabool, ja. En zo, dus dat soort modellen. Maar precies zo ik van hoe betrek aan naar Sani, we gaan blijven trekken. Omdat ik als directeur, maar ook de leiding van het land, ze zijn ervan bewust dat je nog kan ontnemen. Dus WK voetbal. Maar voor nu, vanaf de STVS daar niet te bereiken is, dan informatievoorziening naar die mensen vanuit de STVS en de subkanalen. Die hebben ze ook de afgelopen maanden, ik kan zeggen vanaf februari, moeten ontberen. Ja. Maar we geven niet op. Indien het niet lukt, zullen ze het sowieso erg vinden. Maar daarom hebben we ook gezegd van, hey, laten we blijven trekken. Laten we echt gaan kijken wat we kunnen doen als het niet lukt. Dan kan je niet zeggen, oké, we hebben onze best gedaan en het niet is gelukt. Je moet ervoor zorgen dat je voorziedens maar voor Sadewani. Maar we zijn in gesprek, tot gisteren nog, met de president weer, telefonisch. Er wordt echt gekeken naar wat modaliteiten, zodat uno kan onneemt is maar apistorie dat die. Oké, geweldig om dit ook aan te geven op de jaardag van de Nationale Zender. Rest mij u nog te vragen om uzelf te feliciteren, het bedrijf en de gemeenschap. Nou, mezelf misschien niet op de eerste plaats, want ik breng ode aan de grondlegger. Maar ook mijn voorgangers, alle directeuren, managers die een bijdrage hebben geleverd aan het behoud van dit Surinaams product. Ja. Wat we zeker moeten meenemen, meneer Hiwat. Mensen zijn ons voor geweest. Ja. Ik ben nog in die leeftijdsfase van 30 plus. En als we tellen, 57 jaar. Ja. En dat voel bigisma. Ja. Isabi. En mensen zijn mij voor geweest. Voor mij waren er directeuren. Voor jou waren er presentatoren. Zeker. Op alle fronten. En als die mensen nonchalant waren geweest, dan waren jij en ik vandaag niet hier. Helemaal. Toch? En vandaag zijn wij aan zet. Ja. Toch? Ik ben toevallig de directeur, maar ik heb een team waarmee ik werk. En zonder hun zou het zeker niet kunnen. Mooi. In de afgelopen 2 jaren. Dus ook aan dat team,
het personeel, de medewerkers vanaf de interieurverzorgster tot, toch? Ook aan hun voor die ondersteuning, ondanks de vele uitdagingen. Zie je dat we telkens toch proberen vanuit die taak die we hebben en die verantwoordelijkheid. Het gaat soms heel hard, Isabi, maar het personeel zet zich in. Toch? En vandaag wil ik ook gebruik maken van die gelegenheid om ze echt te bedanken voor die inzet. We zijn nog niet waar we zouden moeten zijn. We hebben nog heel veel te doen. Ja. Heel veel uitdaging. Soms kan de augeerslijk directeur niet doen niks. Maar ook met de overheid is het echt vechten. Kijk, dat van die zenders bijvoorbeeld. We zitten ook met de rechtspositie van de medewerkers. Die bijvoorbeeld een groep is bijvoorbeeld gemaakt tot ambtenaar. Bij het maken van die groep tot ambtenaar zijn die mensen bijvoorbeeld heel laag ingeschaald. Functies die niet kloppen op papier wat ze per beschikking hebben en wat ze werkelijk doen. Nu aan het vechten met vanuit het kabinet van de vicepresident om die dingen in orde te maken. We zitten ook bijvoorbeeld met dingen als die laatste goedgekeurde jaarrekening van STVS. Dateert van 2014. Nu zijn we bezig met klad om die achterstand in te lopen. We hebben bijvoorbeeld het systeem overgenomen met loonbelasting en pensioenen van het personeel die niet zijn gestort. Toch, die achterstanden, we praten al over een bedrag van boven de 2 miljoen. Toch? Dus al dat soort dingen zijn we nu bezig in te halen en op een plek te zetten. We hebben bijvoorbeeld dit jaar meetings gehad met de centrale bank. Die is heel streng wat dat soort dingen betreft. Dus die achterstand moeten we inlopen. En we lopen het in. En zo zijn we ook bezig met wat vernieuwingen. Het systeem dat heel log is. Een bedrijf die je overneemt met 17 afdelingen. Is het nodig? Dus het eerste wat je gaat moeten doen is om die organisatie ready te maken. Die organisatie zodanig in te zetten, zodat het efficiënt kan werken. Omdat je ook niks hebt aan een waterhoofd die niet goed kan functioneren. Ja. Dat zijn die dingen waarmee we bezig zijn intern. Je kan zeggen, het rommelde van alle kanten. En die structuren moet je in place brengen, alvorens je kan zeggen dat je een stabiel bedrijf hebt waarmee je aan de slag kan gaan. Kijk, we hebben die economische situatie. We hebben die COVID-pandemie gehad. Maar in al die maanden, hoe klein het ook is of hoe hoog het ook is, we hebben onze verplichtingen kunnen nakomen. En mijn personeel, ik heb tot nu toe zeker ervoor gezorgd dat ze uiterlijk de 25e van de maand, dat de man is de money. Mooi, Tori. Dat heb ik zeker kunnen doen, ook niet alleen, met het team. En dat is sowieso niet het laatste. Maar wat we zeker hebben kunnen doen, is dat we zonder enige subsidie vanuit de overheid, zonder enige lening via een instelling en geldschieter, hebben we dit soort dingen kunnen doen. Hier en daar wat investeringen nog. Want als ik eens nu zeg dat ik echt van iets af wil, dan is het gebouw waarin wij nu functioneren. Een mens die heel hard werkt. Mijn personeel, ik vind niet dat ze dit verdienen om in dit gebouw te werken of om in dit gebouw te functioneren. En dat gaat moeten gebeuren. Maar geloof me, niet disrespectvol bedoeld, maar met de overheid die de aandeelhouder is, elke keer dat we aan tafel zitten, het zij formeel of informeel, met sorte manomo, omdat verschillende regeringen hebben dat beloofd. Verschillende na die brand van de jaren 90. Alle regeringen zijn kong, beloof STVS een nieuw gebouw. En dan soms kan je zeggen van ja, maar we make money toch. Maar wat je verdient en die kosten, die uitgaven die je hebt, a balans dat nodig. En de aandeelhouder gaat moeten inkomen. En daarvoor vechten we nog steeds. Ik zie dit station als mijn baby, omdat deel van mijn media carrière. Nadja Akumoto, Isabi. Dus nu ik de kans heb gehad om iets ervan te maken, wil ik het sowieso
De VP heeft gisteren bijvoorbeeld iets gezegd, anon brokona uno anu. En ik wil wel daarvoor zorgen dat anon brokona mi anu. Het is niet van mij, het is een geleend ding. Toch? Je hebt toevallig de ruimte gehad om het te runnen, om het naar hogere hoogtes te brengen. Dus dat gaan we doen.